Ja, maar haar is op zich wel prima. Het is echt niet heel erg. Ik had het erg verwacht eigenlijk. Maar... Ja, maar kijk, als je haar nooit goed zit, dan... Dan zit het automatisch gewoon niet heel kut. Nee, ja, dat is wel waar. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is een beetje vroeg vandaag, maar desalniettemin. Oh, hou ik van dat woordje, zeg. Desalniettemin. Dat zei mijn leraar op mijn middelbare school altijd. En ik vond het altijd zo mooi als dat zei. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon een lekker woordje. Nou, ik ben lekker opgestaan en ik ga zo meteen richting het centrum. Want daar is Sal. Ik heb vandaag een campagne die ik moet filmen deze ochtend voor Instagram. En daarna gaan we richting Zoetermeer om iets heel erg tofs te doen. Waarschijnlijk heb je het al gezien in de titel. Maar dat maakt me niks uit. Ik ga jullie straks. Als ik Saltje meet op station Tilburg. Oh, wacht. Die was ik bijna vergeten. Zo, en Saltje is aanwezig. Lekker hoor. Nou jongens, het is bijna 10 uur en we gaan even naar de Mac. Moments later. En het is gelukt. Yeah boy. En Sal, vertel eens, waarom heb je nou eigenlijk een helm bij je? Geen idee man. Ik heb de laatste tijd een beetje valgevaar. Oh, wow, zo. Ik viel ook letterlijk op dat moment. Maar niet serieus, wij gaan. Skiën. Ongeveer 1 uur en een kwartier verder en we zijn in Zoetermeer. En we zien de hal al vanaf hier. Als ik snel doe, hop, dan zie je hem daar net achter de boom. Ja, het is echt tering groot. Ja hoor, we zijn er. Kijk, hoppa, schrijf je nu in voor de nieuwsbrief. Zelfs hier word je doodgegooid met nieuwsbrieven. Niet eens meer op de mail. Nou, lekker jongens. Ziek lekker. Ja, ziek veel hè. Echt gewoon tering van skis ook. Heb ik hier 42. Oh, top. Chill. Nice. Fancy schoentjes al. Wel mooi, op beeld is hij groen. Nou, hier is het gewoon zwart. Komt door het licht. Komt door het licht, ja. Het is altijd fijn als je zo bij hebt. Je draagt al die dingen. Oh jongens, kijk, helmpje mee. Chill hoor. Heel relaxed. Nou lieve mensen, we gaan nu even overschakelen tot de GoPro. Want ja, deze camera ga ik in mijn tas doen. In mijn nieuwe tas. Ja, ja, in mijn nieuwe tas. Want ja, dat is iets makkelijker filmen dan mijn grote camera. Voor de mensen die de vlogs al langer kijken, ben ik in december op wintersportvakantie geweest. Super vet. Als je de beelden wil zien, hierboven kijken. Er staat een infokaart, daar kun je op klikken en dan zijn de wintersportvlogs te vinden. Van echt in de bergen. Nu zijn we in een hal. En deze hal is zo groot. Holy shit. Dan moet je eens kijken hoe ver het omhoog gaat. Nou jongens, ik zit helemaal onder sneeuw. En dan komt de dit shot. Ja, die heb ik wel een beetje verdiend. Oh, ziek. Jibby. Dat is een heerlijke poeder hier, hè? Zo. Zo, het zit erop al, jongens. Schoentje uit en dit is het fijnste gevoel wat er is. Oh, oh, en nu is het even omkleden. En de warmte in, jongens. Het is gewoon 20 graden buiten, dus ja, dikke prima. Niks meer aan doen. De toeristen zijn weer op pad. Ja, lekker hoor. Mooie gebouwtjes. Jongen. Niet normaal. Nou, we zijn nu in Den Haag. En ja, jongens, we gaan even lekker foto's maken. Als je trouwens wat foto's wil zien, hier zijn er 3 die we tot nu toe hebben gemaakt. Ze zijn echt heel tof geworden. Goedenavond, het is 21:05 en wij komen op de geplande aankomsttijd Breda Binnen op spoor 4 en de sprinter Tilburg-Zeldogenbosch spoor 5. En deze zal vertrekken om 21:23. Dat is leuk, man. Aankomst op Breda, gaan we terug. Oh, lieve mensen, ik heb zo'n ontzettend toffe dag gehad. Oh, ik heb net nog eventjes mijn jaren gechilled, even lekker bijgepraat en nu ga ik lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check je jullie morgen weer bij een nieuwe video. Oh, wat was het tof. Later.